Als ik op tijd ben en de Italiaanse politie me het plein oplaat, dan zit ik er vanaf 10:30, ja. Dat moet kunnen. We hebben net een aantal etiketten genoemd. Verzetsman, journalist, Nijmegenaar, hoogleraar. Welke van die etiketten springt er voor u uit? Waar denkt u aan als u aan Titus Brandsma denkt? Nou, ik denk eigenlijk aan de karakterschets van de persoon. Want het feit dat hij zoveel verschillende rollen heeft vervuld, als je het op een rij zet, is sowieso ongelooflijk wat hij allemaal heeft gedaan tijdens zijn leven. Maar vooral inderdaad dat hij zelfs in de grootste noten, in de cellen van de gevangenis in Scheveningen tot de vierde strafgevangenis in Kleef, uiteindelijk in Dachau open bleef staan voor anderen en daar nog de troost wist te bieden. Dat vind ik echt ongelooflijk. Dat is waarschijnlijk ook een reden waarom die nog een heleboel plaatsen in Nijmegen, heel veel mensen er besteld zijn. Ook mensen die helemaal niks hebben met heiligverklaring of met het geloof, die vinden dat bijzonder aansprekend. Ja. Anne Goortke, ja. Je hebt je verdiept in hem de afgelopen dagen. Wat viel jou op? Ja, eigenlijk wat mijn collega hiernaast zegt. Als ik een collega-antropoloog ben, dan ga ik worden. Meer de collega over Titus Brandsma natuurlijk. Of zij is collega-burgemeester. Helaas. Maar het is natuurlijk wel zo. Het is een hele bijzondere man. Hij heeft ontzettend veel dingen gedaan die ook los van de kerk inderdaad stonden. En ik ben persoonlijk niet kerkelijk opgevoed. Maar toch spreekt deze persoon mij ontzettend aan. En die etiketten waar we het over hadden, voor mij persoonlijk geldt dan dat hij journalist is, dat hij Fries is, dat hij zich eigenlijk los van, hij had natuurlijk idealen en principes, maar los daarvan zorgde hij gewoon dat hij een heel breed publiek bereikte. En dat maakt hem voor mij heel bijzonder. Ja. En hij is een van de weinige mensen, want achteraf zijn we allemaal goed geweest, hè, in de oorlog, wat natuurlijk niet zo is, maar hij is een van de weinige mensen die al zelfs voor de machtsgreep van Hitler in 1933 heeft gewaarschuwd tegen ideologieën, zoals het nazisme. In één hoop daarmee trouwens filosofen zoals Nietzsche en Heidegger ook veroordelen, omdat hij zei van wat al die ideologieën missen is de liefde. En hij heeft van begin af aan zitten waarschuwen van die weg moeten we niet opgaan. Hoe deed hij dat waarschuwen?